Stefan, oh, 500 keer. Ga je even regelen dat het al gevraagd. Doet die. Oké, ik heb wat gedaan, maar ik was niet aan het opnemen. Ik was aan het WhatsApp met Rick. Rick van Serpent Gameplay. Je hebt het tempo uit het water laten reizen. Dat is cool, dan ga ik erheen vliegen. Misschien. Maar wanneer moet ik terug het hoofdstuk naar het stadje om mijn roepjes te deponeren en zo? Ik zou het nu gaan doen. Ja, maar hoe kom ik weer terug? Weet je zeker dat ik terug kan komen? Heb je de L geslagen? Ja. Dan kun je gewoon terug. Ja, ik kom terug. Oké. Okay. Welk liedje moet ik spelen om terug te komen? Oh. Song of Soaring. Ja. Hoe gaat die ook weer? Oh. Kijk dan al, als je niet weet, gewoon in je startpagina dan. Ja, weet ik, maar jullie zijn mijn lopende walkthrough, dat is handig. Jongen. Oké, ik kijk zelf al, sorry hoor. Ik kijk in andere woorden, het is luiheid. Weet je wel wie ik ben? Ik ben Steven van de Gaming Dutchman. Onder linksboven, ik heb hem. Onder linksboven, ja. Gaming Dutchman, ik bestaan toch uit Steven en die andere? Ja, Frank, Steven en Frank. Oh ja. Oké. Okay. Wie is Ruud eigenlijk? Ja, dat is die andere. Ruud, daar speel ik ook best een spelletje mee, maar niet echt vaak of zo. Wow, grote vleugel. Ik ben Steven en Frank. En die ik ben jij. Ja. Hey, Stefan, Carolien en Andries. Frank van de Gaming Dutchman en die andere. Oké, okay, eerst mijn roepjes deponeren. Dat was net als bij, hoe heet die? Ik weet nog niet eens hoe die heet. Die Albert of zo, die heel erg blullo. Albert Jan. Albert Jan. Ja. Ik wist nog eens dat hij bestond op de kanaal. Is dat die, die kakker? Ik heb zijn piratenserie gezien, die was vet. Ah, fuck, ik doe het te snel! Steven, hou op zo snel te klikken, alsjeblieft. Oei. Oké, hoeveel wil ik er droppen? Zodat ik er 65 uit mijn hoofd. Ja, doe er gewoon alles, joh. 65 wil ik... Oh, vergeet de 10. 3.14159653. Nog 10. Doe er 9000 en 1. Jongens. Hoi. Meh. We accepteren het hoor. Ja, ik ben best wel moe eigenlijk. Oké, nou moet ik... Wie de beurt gaan spelen? Kut, ik zit in een glitch. Ik zit vast. Wat is ze nu aan het doen, vraag ik me af, die vrouw. Ik zit vast. Ik kan een liedje spelen. Niks zeg, ik weet hoe die gaat. Serieus, zit je vast? Ja. Onder, boven, rechts, voor, achter, 83, 37. Ik kom hier echt niet weg. 360 no scope. Ik weet al een manier. Moet je de tijd terugdraaien. Oké. Ik ga het zelf bekijken. De tijd terugdraaien, dan kom je eruit. Dat is rechts A onder. Oké. Okay. Ja. Hey Stefan. Wacht even. Rechts A onder. Nou, dat is lekker niet, jongen. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik maar die heb ik niet, dus zal ik gedragen. Zal ik blijven sparen, voor een tijdmachine. Al ik terug in de tijd, blablabla. Zo gaat het niet je echt. Nee. Ik weet het. Dat is toch mooi, is toch hartstikke mooi. Nee. Mooie uiting van de hedendaagse kunst. Nee. Leuk. Leuk. Guido, heel leuk. Heet je nou Guido of Guido? Guido. Guido of Guido? Guido. Guido. Gio. Guido. Guido. Oreo. Henk de Vries. Mijn tas, .jpg. Weet je wat wel grappig was, want ik ben grappig, ja dat weet ik. Ja, nou Niels had mij dus een bestand gestuurd in de computerbos. Daar had ik mijn droom nog gezet en die avond viel mijn computer kapot. Toeval, ik weet het niet, maar goed. Dus de vader van die vrienden, die had mijn computer gemaakt en die alleen iets van, wat is het bestand toevoegen, wil ik dat wel openen? En ik zei van, natuurlijk wil je dat openen. Wat was dat dan? Thumbnail ofzo? Ja, dat ik zo nog voor me afmaken. Dat ding... Kut! Ja, ik heb hem opgevangen.
dat ding, die template. Oh ja. Kut, is dat ding weer gezonken? Ik moet weer gaan op... Nou, ik gok het al hoe die gaat. Stefan, dan JPEG. Hé, en gewoon tussendoor, maar ik zit op mijn parkplaats. Zit ik even te kijken wat er allemaal van mijn dorp opstaat, weet je wel, wat ze aanbieden, maar er zijn eigenlijk... Gebruik de dildo. Onder... Nee, nog net niet, maar alsnog, weet je, niet van die domme dingen waarvan je echt denkt van waarom zou je het erop zetten? Plastic zakje. Ja, ja. Wat de... Nee, Stefan, doe normaal. Waarom... Oh, ik moet wel het goede liedje spelen. Boven, links, aders. Nou, oh, dat kan ik wel. Boven, links, hey, boven, Stefan, links. Hey, Stefan, ben je nou ook van plan om dit gewoon als serie te doen op het kanaal zelf? Of laat je het alleen als livestream? Nou, ik upload het wel op het kanaal. Waarom? Wat de fuck? Doe ik wat fout? Ja, ik doe het fout. Ja, je moet erop staan. Tuurlijk moet ik erop staan. Nee, boven links, A, rechts, A. Kut, fuck. Waarom heb ik autisme? Daarom. Boven links, ja, ik deed het goed. Waarom? Nee, doe het gewoon. Boven links, A, rechts, A. Yes. Links, rechts, boven, links, rechts, stap naar voren, stap naar achteren, links, omhoog. Ben je Just Dance aan het doen ofzo? Oi. Just Dance met een V. Ik, wij gaan ook Just Dance doen, Frank. Ja, dat weet ik. En ik heb het getest. Vandaag heb ik Just Dance 4 getest. Ik moet even Just Dance Disney Party testen. Oh mijn god, ik ga komen. Maar sowieso dat wij een romantisch duet gaan doen. Oh dus shit, wat is met jou? Ik wil met Rick een romantisch duet doen. Ik denk dat Rick daar wel klaar voor is. Ja, dat is best smosh. Ja, hetzelfde liedje wil ik eigenlijk doen met Rick. Ik denk dat heb je hem gedownload? Nee. Heb je hem echt gekocht? Ja. Ik wil hier geen commentaar op geven. Oké, je hebt zwijgerecht. Zwijgerecht. Ik heb zwijgerecht en ik ga niet aan jullie neus hangen hoe ik mijn spellen verschaf. Je hoeft ook niet aan mijn neus te hangen. Ik sta daar aan schijn. Ja. Hoe het valt tempo, de eerste tempo, jippooi. Gevoelige externe harde schijf, alles.jpg. Jordi, heb jij trouwens van alle tempels die veetjes verzamelt? Ja, maar ik had als ik de Tontje Rollquest ging doen, dus... Want ik heb ze namelijk nooit verzameld. Ik had zoiets van, ik ga er gewoon doorheen en... Ja, het had alleen maar extra magic. Is dan nog voor de vierde baas. Ik ga dat poppetje pakken. Doe ik daar goed aan? Ja, kan je doen. Volgens mij bij elke heb je er 5, hoe waard, een stuk of 20 nodig of zo? Ja, voor iedere tempel een stuk of 15, 20. Yes, gevangen! Goed, ik heb dit al zo lang niet meer gespeeld. Hoeveel van die face heb je nodig dan? Een stuk of 20. Oh, cool. 15 of 20. Ja, het enige wat je daarmee kan doen is dan weer zo'n ferry bemachtigen. Ja. Nou, dat sla ik altijd over. Ik denk dat die ook als ik hem ga let's play, dat ik hem ook gewoon over ga slaan. Wat ga je overslaan? Very much ferries. Die ferries. Elfjes. Ja. Elfjes. Ferries van goede tijden. Nee, niet ja, wel. Ja jongen, Ferry doet tijd. Hij is echt cool. Ja. Nee, Ferry doet dan ofzo. Hij staat op de foto van Zelda Player 20 Girl. Hey, nog één. Wil ik dat weten? Nee. Caroline wel. Stone Tower, yay. Wil ik weten? Stone Tower, en Caroline, oh, vrezen. Daar ben ik weer. Ja, dit wordt dat. Zelda Player 20. Dat ben ik weten. Nee. Caroline is groot fan van Zelda Player 20. Stefan moet hem nee, ik wil dat filmpje trouwens weer. Ik heb die link niet meer. Oké, fijn. Ah, groot zak. Nou, laat maar zitten. Ik ga zien. 20 girl. Ik was trouwens donderdag nog bij thuis. Oh, ik zit in een Poisonous Swamp. Was gezellig. Jawel hoor. Waar was je? Dat hebben jullie gedaan. Hey jongens, ik ga ervoor. Ja, dat is goed Frank. Het was gezellig. Wat doen. We whatsappen de details nog wel even over zaterdag. Ja, is goed. Ik blijf nog wel even in de stream zitten hoor. Maar ik moet gewoon eventjes dat doen voor school. Even muziek luisteren en shit. En weet ik gewoon helemaal. Maar nog even Sam, je moet om 11 uur in Emerald zijn. Ik moet helemaal niks, maar kijk wel even. Love you.
Later. Later. Cheers. Maar wacht even, was Dutch Gaming Nation nou bij Solarplay 20 thuis? Ja. Oh, cool. Stefan. Ja. Hou je nog van als ik je ook ga verlaten? Nee. Niet doen. Maar ik heb hoofdpijn. Oh, nee, ga dan maar. Ik heb zelf hoofdpijn. Dan blijf ik wel weer met de sukkelbrigade achter. Nee. Hoezé. Nee, maar ik ga Nee, is goed, Karel. Ga lekker. Anders loopt de dekens. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Oh. Nee, maar veel plezier. Dank je. Doeg. Doeg. Oeh, kist. Moet hebben. Gehaald. Jee, ik ben goed. Stefan, voor dezelfde spel heb je ooit in je leven gespeeld. Wat zei je? Hoeveel Zelda spellen heb je ooit in je leven gespeeld? Bijna allemaal wel. Ik ben een groot Zelda fan, maar deze boeide me nooit omdat ik dat irritante tijdslimiet had. En daar kon ik niet zo goed mee handelen. Tenminste toen ik nog wat jonger was. Want weet je, toen ik jong was, toen kwamen deze spellen zeg maar uit. Dus toen had je ze op dag van release. Kut, hoe versla je die beesten? Welke beesten? Schildpadden. Je gaat in een plant. Je gaat dus verdekken flauwen, dan wacht je dat ze boven je zijn en dan kom je eruit. Oh, nou, kut, ze gaat dood. Opwan, ik steek jouw stijl. Dat kan. Oh, burn! Burn, baby, burn! Let's go and burn off! Wie heeft nog meer Dead Island gevallen? Nee. Ik niet. Spijtig. Niels? Nee, ik heb wel Medal of Honor. Welke? Ja. Vorige. Warfight? Ik weet niet hoe die heet. Voor mij heet die gewoon Medal of Honor. Nee. Want Warfighter is de nieuwe, toch? Oh, ik heb een chest gekregen. De stream van ik weet niet eens hoe die heet. Dat is het trieste van mij. Ik koop allemaal games en ik speel ze nooit. Cool. Ja, leuk toch? Hier, Guild Wars. Speel ik elke dag mee. Oh, ik heb een map gevonden. Handig, handig. Waarom hebben we zo weinig mensen Guild Wars? Omdat het kut is. Ja, maar het is leuk. Het is een leuk kutspel. Nee, ik ben leuk. Jij niet, Louis. Fuck jou. Yeah. Gevoelig. Shit, volgens mij kan ik die niet zo raken, of wel? Nee, daar heb je de pijl en boog voor nodig. Oh, spoiler, pijl en boog zit in deze tempel. Kut. Dan heb ik dat gezegd. Of ja. Heeft Frank dat ook een paar keer gezegd? Oh, dat is het niet. Kinder-ace. Wat goed was als ik op die cloud dingen sta, wordt die dan opgegeten? Ja, herpes infectie. Toch wel. Op die planten, als je op die plant gaat staan, dan word je niet opgegeten als Deku, maar wel als normale Link. Oh, ja, dat verandert de zaak, jongens. Ja, die informatie heb ik wel. Iemand die daar heb ik toch, heb ik tenminste iets bijgedragen aan deze livestream. Ik wist vervelend dat er steeds wat gegild, alsof er iemand verkracht in deze tempel. Ja, Jordi, ga niet zo schreeuwen. Nou, het is niet per se Jordi, maar... Nee. Ik zou niet verbaasd als hij het heeft ingesproken, laat ik het zo zeggen. Fuck jullie. Nee, dank jullie. Insert rape sounds. Wat zei je, Niels? Insert rape sounds. Oh ja. Okay, ik ga deze kant langs. Ah, Jordi als pedo-wolf moet daar een hoop van weten. Wat is het? Jordi is de pedo-wolf. Pedo-wolf. Je moet een beetje, heb je deku sticks? Ja, min of meer. Ja, die deku stick moet je gebruiken omdat fakkel, die fakkel die aan is, moet je... Fakkel of? Ga opfakken of zoiets. Opfakken. Oh ja, ik denk dat het wel is. Jee, weer een fairy. Oh, ik word echt goed in het spel. Hé, hey, daaronder zit een fairy, hoe krijg ik die dan? Zo'n fairy! Als ik het goed heb, kan je die krijgen als je pijlboog hebt. Bangarang. Oh, dat is een vet nummer, Frankie. Gevoelig, muziekjes, luisteren. Oké, we gaan ervoor. Rust aan, mensen.
It's on. Ja, bedoel ik niet het is met, aan. Dan bedoel ik niet met verkering met ruimteschaap. Ik weet het. Nee, die was toch al aan? Gehoopt. Dat was al een tijdje aan. Maar dat wist dus niemand. Dat was nog een ons geheimpje. Hé, hey, daar ook naar boven. Wat, ons, wat, ons kleine geheimpje. Ja, dat moet je later doen. Dan moet je straks weer een fakkel gebruiken om daar boven te komen. Dat is onze kleine Mira. Maar als je nu dat geluid erg vindt, moet je wachten tot de boss fight. Dat is helemaal erg. Jongen, die boss fight, hè, die boss is bang voor mij. Nou, ik denk eerder andersom. Nou. Dan zie je Jordi de pedobeer als boss. Vind je een wolf? Nou, Jordi is een broertje. Hoeveel broertjes heb je, Ronnie? Bros before host, toch? Ja. En chicks before dicks. Nou ja, Steven doet een incest, daarom heeft hij zoveel broers. Ken je die Chicks with Dicks film? Is dat er zo'n kick op zet? Nee, die heb ik nooit gekeken. Wacht even. Gele chest. Kijk jij daarna dan? Het kompas zit erin, je loopt achter, man. Ja, weet het. Oké, ik denk dat daarvoor is Guido ook. Oh, ik ben nou David? Ja, nee, David. Ja. David zit in het gesprek. Ik ben groot fan van David. Ik ook. Thumbs up als je van dus David houdt. Oh ja. Thumbs up of je nieuwe als je nog 5 minuten livestream wil hebben. 500 likes, nog 5 minuten extra livestream. Wow, what the fuck, zijn vrienden? Nee. Sinds, voor mijn Ocarina of Time al. Ocarina of Time weet je dat niet? Nee. Het is niet zo als ik nu aan het doen ben. Serieus, dat is altijd heel bizar. What the fuck, waarom werd ik geraakt? Wat een onzin. What the fuck, ik word geraakt door iets. Ja, dat zijn die vleermuizen of die die zwarte beesten. Oh, ja, die vinden. Ruimteslak. Okay. Je bent zelf een ruimteslak. Thumbs up voor de ruimteschap. Als je meer ruimteschap wil hebben, like deze video, abonneer en reageer. Als ik 500 duimpjes krijg, dan mogen 3 nieuwe mensen op mijn server. Mijn server is helemaal niet whitelisted. Nou, sterker nog, die hele server ligt eruit. Oh, waarom? Dat was toch zo? Oh, onze server, ja, dat klopt. Ja, dat zeg ik. Ja, dat is correct. Nou, ga even een boodschap. Is helemaal correct. Hoe komt het? Oh ja, dat weet ik. Ja, ik weet het. Zometeen mag je weer fakkeltjes gaan aanzetten. Hè? Je mag weer fakkels gaan aanzetten. Fakkel Abdi. Ga op fakkelen. Pak zelf op, jongen. Nou, je weet zelf. Nee, niet in deze kamer. Nee, dat niet dit in deze kamer. Dan in deze kamer. Fuck die. Ja. Voilà. Waarom heb ik mijn map niet aanstaan? Oh, je map? Omdat je geen map hebt. Dat had ik wel. Heeft hij niet gevonden. Grapje. Hou je map. Oh, daar zit een plateau. Vliegen. Map op. Vlieg op. Vlieg op, gij, mug. Het is je muggige boy, a.k.a. Muggie. Oké, okay, duidelijk. Goed duidelijk. Hey! Das. Oh, hey, dat is kleine tilbal. Mira, a.k.a. je katterige girl. Met zo'n tilbal. Mira is toch van Jimon Occupy? This the boy Jimon and Occupy. Occupy. Marco die is weer goed aan het koken, jongens. Oh, waarom? Nou, Marco die heeft nu een inductiekookplaat gekocht. Oh, wat is dat? Steven, toch? Dat is gewoon een plaat, dat wordt sneller warm dan vuur. Cool. In zijn geval werkt het voor geen ene pleuris, maar ja. Tering, ik wil een huisje gaan maken nu! Ja, doe dat dan ook. Niels, je moet geen huisje maken, huisgebruik is voor sukkels. Steven, waarom doe je die schakelaar niet? Omdat ik daar te licht voor ben, denk ik. Ja, moet je gewoon je masker afzetten. Oh, nou, goed hoor. Je masker maakt je dik, maar toch als je meen hebt, dan ben je niet dik. Ja, jij bent dik. Maar ik ben ook dik. Bardo lookalike. Ik ben een Bardo lookalike, ja. Ja, sorry.
Had ik ook maar een succesvol kanaal waar andere mensen op gingen uploaden en niet zelf. Hé, hey, moet dat... Is dat een kist? Ja, dat moet je straks doen. Oh, moet ik eerst hierheen? Ja, je moet als goed is eerst die deur in, want je krijgt dan met die pijl en boog. Met die pijl en boog moet je door dat fakkeltje heen gaan schieten en dan... Maar ik heb nog geen pijl en boog en ik kan hier niks doen verder. Dus als ik hierheen ga, dan kan wel. Kijk, de shot had ook alweer. Wat, nou, hou eens op, stop mijn camera. Waarom heb ik geen DQ? Lekker hoor. Schiet in het oog. Kan nog niet. Hij moet nog steeds wel doen. Maar Niels kan nog geen pijl en boog, man. Maar dan koop je er eentje bij de Albert Heijn of zo. Ik denk dat hij nu gaat komen, wat simpels. Nee, ik denk niet dat hij bij de Albert Heijn gaat halen, aangezien de superdierenkaarten er niet meer zijn. Ja, dat is wel een beetje teleurstellend, hè. Oh, daarom. Hij staat gewoon. En doet het juist voor die superdierenkaarten. Ik denk dat het maar eens tijd wordt dat ik dit spel bij gaan laten spelen en laten zien hoe het echt moet. Hoe moet ik hem verslaan? Help me, iemand. Met een zwaard. Ja. Oké, ik weet het al. Gewoon normaal aanvallen. Je moet gewoon aanvallen, niet als een pushy eromheen gaan lopen en gaan dansen. Ja, nee, dat werkt. Oh, kut. Ja, als ik nu dood ga, is het je schuld, hè? Waarom is dat nog onze schuld? Zeg, wat is dat dik? Wat ik in de kist ben. Niet afweer, oh, dood. Nee, ik ben ruimteschaap van ruimteschaap. Ja, maar Steven van de Game Dusman partner. Ja, maar Winston Games van Winston Games FTW, die heeft mij gestuurd dat ik coole video's heb. Oh, dat is wel cool, ja. Maar ik weet niet eens wat Winston Games is, want ik reageer de hele tijd op mijn video's. Wie de fuck is Winston? Kijk, Steven, je hebt het gehaald. Dat is wel het probleem. Zie je dat nu pas? Ja. Ja, Das, deze tieve sterren kloten, sorry. Das. Das, wasmachine. Okay, ik denk dat ik nu dat oog eerst moet gaan schieten. Oeh, dat was mis. Das, onze Moenier tweets. Yes, geraakt. Wat heb ik gedaan? Oh, oké, cool. Heb ik swag? Nee, Sophie, je hebt geen swag. Je hebt AIDS. Maar ze heeft wel zwek. Ze heeft wel shag. Als ze er ook zo iets in scheert. Gadver. Lekker hoor, heerlijk. Maar ik kan shag opsnuiven en zo. Gevoelig. Maar waarom speelt dit niet af in Hyrule? Alles zelfs speelt gewoon in Hyrule. Omdat Link niet meer in Hyrule wilde leven. I don't want to live in het Hyrule. Het is de negroïde bevolking van Afrika. Doe men de hele moet wel zeggen, ik vind Majora's Mask niet echt een zeg maar een Zelda spel. Shit, hij roept zijn vrienden erbij. Oh. Ja, voila, Marokkaan, voila, broed bij Zelda. Ah, je vijand echt gekikken, hè? Mis! Dus ik ga even in de gaten houden, dan kan ik dat makkelijker aanvallen. Oh, dan moet ik nog een pijl en boog gebruiken, want hij zegt... Als je op het plafond loopt, dan kan ik wel een boog. Nou, lok hem! Waar is die? Nou, lok hem! Laat maar zitten. Dit is dan nog een switch, hè. Raak hem nou! Het is vast niet de eindbaas. Nee, de eindbaas is een Jungle Warrior. Ik zou het wel makkelijk gemaakt hebben, dus wel. Yeah, oké! Dat is Final Fantasy. Hey, het is een kikkertje! Ik vind het veel lekker. Oh shit! Mag ik hem houden, alsjeblieft?
Die mag je houden aan het, zoals aan het einde van het spel. Dan mag je gaan doen met de Don Giro quest. En wat krijg je dan voor masker? Krijg je geen masker, krijg je geen harpies. Laat maar, ik wil alleen shit voor maskers. Wil je masker? Ik prostitueer mezelf alleen voor maskers. Oké, wanneer je deze tempo hebt gehaald en je bent in Clock Town, help ik je aan je eerste masker. Nou, als ik deze tempo heb gehaald, dan stop ik met de livestream, dus ben ik bijna klaar. Je hebt nou de boskie. Oké. Okay. Waar moet ik nou heen? Terug naar rechts. Door die rechte deur. Zeg maar boven. Oké. Bijna. Oké. Ik ben er dan. Dan naar die schakelaar. Welke schakelaar? Die aan de linkerkant. De grote rode. Wacht even kijken. Ja, nee, je moet eerst naar links. Ja, vanaf hier kan ook. En dan met je pijl er doorheen. Door dat ding heen? Oh ja, nee, met je pijl door de... Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Jee, er zijn twee mensen die Stefan helpen. Tadam tadam, Stefan helpen! Tadam tadam, hij kan het waarschijnlijk wel eens eentje. Alleen gaat het wel een tijdje duren. Mensen verkrachten. Ja, nou op zich, ik speel heel veel Zelda games. Dus het was ongetwijfeld gelukt, maar zo is het gezelliger en makkelijker. Ja. En dan zit je nu twee dagen in het puntje. Oké, ik moet waarschijnlijk opspringen. Waarom springen als je ook kan vliegen? Gijs, kan vliegen. Ayo, YOLO, volgaan. Wil je wat extra bijverdienen? Bedenk een klus en paas op bla bla bla. Sponsor, dat tweet Milan. Michelle, kut Milan. Ja, dat is cool shit. Shit, ik haal het gepiep. Nee, nee, val niet hartje. Oh. Maar jij bent partner, dus jij hoort ook commercieel te zijn, Stefan. Maar niet iedereen. Hallo, ik heb nog geen sponsor hoor. Had ik maar een sponsor. Ik zou het echt cool vinden als ik een sponsor had. Ik ga zeggen, mijn Nintendo willen wie hebben. Moet ik niet naar beneden springen, heren? Ik ben nog niet zo ver, dus ik kan niet zeggen. Ja, ik kan ook niet naar boven, dus ik denk wel. Ik heb zin in 9-11, want dan kan ik weer leuk gaan photoshoppen met Glenn in een vliegtuig en dan noem ik dat dan 9-11. Er is er wel eentje van Nijntje. Ja, maar ik wil dan 9-11 maken, want dat vind ik nog grappiger. Wacht even, hij heeft al de boskie, hij heeft al die draaiende plant. Ja. Michael. Ja, volgens mij zie je dan al bijna klaar. Ja, ik denk dat ik hier naar boven moet. Michael de Teufelsen. Michael de Teufelsen. En misschien Niels, misschien moet je er eentje maken over Amerika en dan Sandy van SpongeBob. Oh. Ja, dat is leuk. Shit, daar ben ik weer in het begin. Kut, ik ben de verkeerde kant op gegaan. Oh nee, dat zou niet zo uit moeten maken. Ja, nee, ik was weer buiten uitgekomen, zeg maar. Oh zo, oh ja, ik zie het. Ik denk dat toch wel pittig onhandig is, vriend. Ja, nu zie ik het pas dat je naar buiten bent gegaan. Echt traag hier. Ah, jij hebt geen Ziggo. Ik heb Ziggo. Dan heb je echt een kutverbinding van Ziggo. Maar hij heeft geen KPN, dus hij heeft wel iets van mazzel. Ja. Heb jij wel KPN dan? Wat, ik heb KPN. Oh, baas. Fuck jou, Mikkel. Mikkel, ga je wat heb jij, Guido? Wat heb jij voor internet? UPC. UPC. Wat voor een laptop heb jij? Ik heb een laptop van Acer. Ik heb een Acer laptop. Ja, Asus laptop. Ik heb een laptop van zo'n HP. Dat is een goede laptop, want het is van HP. Hey, hulpjes, waar moet ik heen? Je hebt meer wat dan meneer UPC hier dus. Oh, ik denk dat ik het al zie eigenlijk. Oh ja, ik zie het ook al. Heb je een goede laptop? Ja, ik heb een hele goede laptop, want hij is van Acer. Hij is van Acer. Ja, nu moet je met de pijl en bogen schieten tegen de fakkel aan, ja. Ja. En dan door die deulen. Oh, ik miste! Dat is echt een rot ding. Oh, kut, ik ben door mijn eerste dag heen. Nou ja, je hebt nog twee dagen. Ja. Kut, ik was er nog te hoog. De eerste dag. Die eerste dag. Samen. Die je normaal alleen in porno ziet. Yay! Het is een nacht. Waarin vrouwen verkracht worden door postbodes. Slecht. Ja, ik zeg ook echt het meest willekeurige ooit, man.
Niels, ik geef om je zoals je bent, man. No homo. Dankjewel. Hey, je hebt gehaald. Je hebt gehoord. Oké, oké. Het ziet uit alsof ik nog wat ga doen. Ja, je moet wat het open is toegaan. Wees vrij, elfje. Ga niet naar het. Elf wezen. Oké, volgens mij, ja, dan moet je tegen... Ja, ik ben die gast aan het... Die is dood. Oh, dit stuk. En dan... Odolwa. Odolwa, ja... Ik denk sowieso dat ik een deken moet zijn. Ik heb ook een laser laptop. Happy MC Happy. Oh, dan hou je van Minecraft. Nou, dan hoor ik een enorme pesthekel aan je te hebben. Sorry, je zelf ook Minecraft maf, Kees. Ja, ik weet het. Dat is het probleem. Waarom heb jij wat tegen Minecraft, terwijl je het zelf speelt? Ja. Ik weet het ook niet. Hey Niels. Hey Niels, ga Happy Niels doen. Ja, maar dat is wel helemaal vuilnis. Dat is nog veel erger, want dan praat je ineens over een geheel spel. Praat je over een deel van het spel? Nee, dan praat je over vuilnis, Jordi. Vuilnis. Een vuilnis spel. Happy Wheels is toch cool? Alle grote YouTubers spelen het. Oh, ja. Ik ben echt een grote YouTuber. Ik denk dat ik ook Happy Wheels ga doen, dan krijg ik ook kijkers en chickies. Je hebt toch al... Dat heb ik gedaan. Oeh, ik moet er vast daarheen op een of andere manier. Nee, je moet vanaf de andere kant. Ik kan er niet heen springen. Niels, je moet, of Steven, je moet vanaf de andere kant en dan met je pijl. Oh shit, ik zit in de kant te lopen. Ja, kut. Ja, nou heb je die vuurpilaren met allemaal uit en aanzetten en dan. Ja, die moet je vanaf de andere kant. Ja, ik Maar ik wil die elfjes ook even meenemen, want ik denk dat ik daar wat goeds van krijg als ik verzamel. Ja. Ik sla ze altijd over, dus mij moet je niet vertellen wat je ermee krijgt. Ik krijg wat meer magic door. Nou, en een wat sterkere spinnenaanval. En magic is altijd handig. Waarom moet je naar rechts, kinderen. Niet naar links? Ja, ik ben pro, ik heb het niet nodig. Nee, ja, ik heb swag, je zou je back altijd. Wacht even, hoe heb je dat Twinbot verslagen? Wat? Guido, hoe heb je dan Twinbot verslagen als je tegen... Hij is geen vijs verzamelde. Even kijken, welke was dat ook alweer? Die twee bomen. Is heel lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Giant's Mask. Ja, die deed ik gewoon. Ja. Die deed ik gewoon met de magie die ik had. Alleen er waren wel voor mij wel heel veel potjes die ik daar kon pakken. Ja, dat is waar. Ja, en ik heb nooit een complete vee. Verzameling gehad. Okay. Kijk, ik heb er wel natuurlijk een paar gepakt, maar nooit volledig. Nee! Ja! J-Lord, homo faggot. Je bent met jezelf. Weet zelf toch? Nee, ik weet niet zo. Waar ben je? Wat je zegt, ben je zelf, want je komt door je elf. Zo. Die heeft geen grote mond meer tegen mij. En die ook niet. En die nog wel. En die ook niet. En waar is die laatste? Ik weet heus wel dat je er bent hoor. Ik kan me niet voor de gek houden. Oké, hij is er niet. Nou, waar zit die switch nou dan? Precies om de hoek. Precies waar ik niet bij kom met mijn pijl of wat? Als het goed is kom je er wel bij. Tenminste, je zou erbij moeten komen. Fuck. Goed. Ja, verspil dan niet zoveel pijlen, want anders heb je straks geen pijlen meer. Ja, ik heb er nog 18, man. Chill. Ja, nog wel. Chill, oh, relax, alles. Ik denk dat ik alweer nog heb fout gedaan. Kut! Waar? In mijn broek. Kijk, dit kut kwaliteit. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Inderdaad. Nou, je hebt ook een andere, hè? Je hebt zeg maar KUT van kutte urineleider of kutte urinetrechter. Mm-hmm. En lul is lange urineleider. Duidelijk. Wat ben je dan als je een lullo bent? Twee letters erbij. Gevoelig.
Hey jij, het is Andries de Walvis. De Andries die Walvis is. Zelf een Andries. Hoe kan dit? Niet, het kan niet. Het is magie. Magie. Niels, hou je nog wel van me, ook al faal... Nou, kut. Oh my god, het is Rick. Ik ben twee spellen aan het spelen. Dus dan is het niet. Nou. Ik weet niet waar Rick is. Mis Rick. Zoek een gameplay. Volgens mij is Rick hier niet eens. Nee, kom op, Stefan. Net zei dezelfde persoon al van ja. Volgens mij hoor ik Rick steeds. En toen heb ik al gezegd van nee, dat is hoor je verkeerd, vriendin. Ik ga zo hard een klap geven. Dit is een beetje beneden. Stiekem ben ik zeg maar een parodie van Rick. Rick heeft allemaal typetjes en dan ben ik er één van. Dus hij heeft iemand op de gathering ingehuurd. Nou, in ieder geval ik dus zelf, want ik ben natuurlijk Rick. Ik ben ook Rick. Maar ik ben Andries. Ik ben geen Rick. En je valt hem beneden. Maar ik ben Dragon Boy 1996. Je Penny is het 1996. Jawel! Wel! Jij dan? 1995er? Volgens mij ben ik hier ook gewoon echt nog de oudste ook. Denk je? Hoe oud ben je dan? 22. Ah, fout, ik ben 23. Kut zo. Ik heb hem voor je. Heb je een baard? Oh ja, je hebt een baard. Vind ik echt cool. Face nou, dat was toen alleen, hè? Oké. Nou ga ik het doen. Maak het uit. Iemand, vertel me waar ik heen moet. Nou, naar de bos? Duidelijk, en dat kunnen we toch niet uitleggen. Wie kan hem uit het gesprek gooien? Nee. Waarom red ik dat niet? Je gaat op die plant. Net oh ja, ik weet al hoe ik er kom, denk ik. Je gaat op het dak en dan haal je het wel. Op. Nou, via deze kant. Als het goed is, hoef je gewoon met het dakplatformpje hoef je alleen maar te komen. Gewoon dekflauwen in en dan overvliegen. Op dat dakplatformpje. Maar als ik daar ben. Ja, dan kwam hij. Nee, want als je op de linker zit, komt hij niet bij die bij de kristal. Wacht even, ik heb misschien een beetje. Nou, deze afstand kan ik ook wel met mijn take mask doen. Oh, kom ik er niet bij? Hoi, Nink Games. Wat is Nink daar? Ja, Nink is er. Oh, snap. Nink, het is Nink Games. Volg je toe aan het gesprek? Oh, kan ik zelf ook wel. Nee, jij bent gefocust op het spel zelf. Fucking kut mechanics, ik haat het spel. Hey jij, het is Andries de Roving. Ik vind het knap dat jij het spel haat pas bij de eerste tempel. Ik kom zo op Skype als hij je aanmeldt. Ja, dat is meestal zo hè. Ja. Stiekem zit je al in een gesprek, maar zeg je gewoon niks. Maar Steven, je hebt nog eens de watertempel gehad, die is helemaal een ramp. Water wat ik eerder gedaan, appels eitje. Great Bay Tempel, ja lekker makkelijk met Sora. Nee, maar weet je wat het is? Ik speel nu met een Xbox-controller. Dat speelt altijd anders als een originele N64-controller. Ja, klopt. Dat is wel zo. Maar hoe moet ik deze baas verslaan? Wat heb ik nodig? Met pijl en boog, met een Deku en een zwaard. Dat is waar, want ik heb niet zoveel pijl en boog meer. Heb je daar een potje? Gebruik in plaats. Gebruik gewoon je swag, gebruiken om highball in te komen. Huh? Hij gaat slaan en telkens als je gaat slaan dan dus... Gebruik je swag, je ook zwaar. Oeh, Mass Jungle War, het dode wacht. Hier heb stop. En nu? Ik ga hem staan met een zwaard en je schiet in een belletje zodat hij een beetje geskind wordt. Oké, weet je, ik ga hem wel schieten, maar ik pijl een boog door.
nog geen pijlen meer, en nu? En nu gebruik je de belletjes. Oké. Okay. Of je gaat hem ook nog wijken, dat kan wel. Uit de lucht, wat de fuck? Is het vuur? Nee, dat zijn die spinnetjes. Moet je dat pijn uit? Nou ja, het zijn wel van die kleine poppetjes, het zou wel kunnen. Oh kut, die kans, die kans. Sorry. Hey, hartje, handen. Oh, what the fuck! Op is vuur! Ja, dat is hij ook, maar is hij ook bijna dood. Oh, hè? Waar de ja, die vleermuis die... Ja? En vang zo weer terug. Ik hoor je. Omheen. Wat mot je dan? Slecht. Doe nog een spin attack dan. Ik ben nogal bezig. Je doet het aardig goed hoor. Oh, voor die mot even spin attack. Ja. Gewoon je slaan inhouden. Spin attack klaar. Kijk. Oké. Shit, ga dood! Is hij dood? Nee, hij heeft een heleboel motten nu. Ik ga even... Doei! Doei. Oh. Ik ga waarschijnlijk ook zo, maar ik wil eerst die bos zien verslaan. Al verder dan dat... Kom hier was ik niet. Nee, ga weg! Kijk, Steven wordt gegangbangd door motten. Ik heb nog een fairy, dus als het goed is, kan ik gewoon doodgaan. Oh, als het fairy goed is. Ook nog, ja. Geef mijn hartje dan. Hé, een bom. Hoi. Handig, kut. Hoi. Hoi, Ninko. Hoi. Kijk. Je hebt niks. Je hebt helemaal niks in die bom. Kut. Ja, dus ik ben dood. Serieus, normaal is het strategie voor die gast. Nee, ontwijken slaan. Ah, de god is veel makkelijker. Yay! En nou krijg je een fucking raar stuk. Ja, dit gaat best lang duren. Waarom? Nou, je krijgt nu zeg maar zijn masker. Tenminste, die dus niet wat je op moet zetten, maar die heb je op een gegeven moment aan het eind nodig. Maar dan krijg je zo'n heel ritueel van... Uitleg. Ja, van uitleg en dat soort dingen. Kan ik nu iets zeggen? Nou, de volgende keer doen? Nee. Okay. Ja, je kan het allemaal wel doen buiten de livestream om, maar je kan het niet ontwijken. Nou jongens, ja, Guido, jij gaat Stefan verder helpen, goed? Ja, is goed. Ik stop toch na dit, als ik heb gezeven, stop. Ja, oké. Okay. Nou, jongens, was gezellig. Hey, bedankt. Ja. Ik spreek later wel. Jo. Groetjes. Later jullie. Ja, wat schattig Nienke is er. Hey Nienke. Hey. Je bent een baas verslagen. Ja, dat zie ik. Nou, wat moet ze officieel pro noemen in het spel? Nou, als je er nog 4 livestreams over doet. Nou ja, ik denk wel iets langer. Maar... Ja, elke livestream een boss, dat is toch wel... Dank u.
Ja, dit is echt vreselijk. Boris, als je een friend code wil, dan moet je het toevoegen op Skype, dan had je wat je gezegd. Wacht even, ik moet even... Oké, laat maar dat ook mijn moeder horen, wat viel mee. Boris, tot die tijd moet je dan niet zeuren dat je een friendcode wil. Want die kan je krijgen, maar dan moet je hem toevoegen op Skype. En als je dat niet doet, dan hou het op. Maar goed, Nick, hoe was het... Lekker gegeten of niet? Jawel, het was heel erg lekker. Nou, mooi, mooi. Bij de Mac toch? Nee. Oh. Spijtig. Ik mag niks bij de Mac. Waarom niet? Oh ja, lactose intolerantie toch? Ja. Oeh. Balen. Volgens mij is dat echt zo lastig met eten en zo, of niet? Ja. Nou, ja... Met hele lekkere dingen soms wel, ja, maar er zijn ook nog genoeg lekkere dingen die ik wel mag. Maar bijvoorbeeld taart en zo, dat is een beetje lastig. Ja, zo baan. Ja. Ken jij Ben? Wie is Ben? Ben. Ik moet toch niet Ben kennen. In dit spel, over welk spel gaat het? Ben in dit spel. Ben in dit spel? Ja, er staat Ben in dit spel. Ja, ik denk dat hij het over Zelda heeft. Ja, dat neem ik aan. Oh, de enge versie van Link. Ja, nee, die krijg je helemaal aan het eind als je alle maskers hebt verzameld. Oh. Die wordt dan ook groter en die heeft dan geloof ik een beetje wit-grijzig haar. Uh-huh. Maar daar heb je dan wel echt alle maskers voor nodig. Ja, en daar ben je wel even lang mee bezig. Oh, die laatste links. Ja. Daar kun je gewoon een beetje zwaar doorheen. Wie is dit? Die, dat meisje die moet je in een potje doen. En die moet je dan naar de prins of naar die koning toe brengen. Oh, oké. Okay. Maar daar kun je nu gewoon vanaf het begin in, weet je wel. Dus hoef je niet het hele doolhof meer af. Nou goed, als we nu terug gaan naar de eerste dag op werk, zeker. Oh, wacht, ik kan iets verder op 7, toch? Ja, je kan hem 7. Oké, als 7 kom je dan stoppen, kan mij. Nou, is goed. Als je daar bovenop komt. Bij de boot, zeg maar, waar je je foto in moet leveren. Ja. Daar heb je ook nog een... Maar zat er nu toch ook eentje? Ja, naar boven toe. Daar ook. Nee, naar rechts. Oh, ja, ik heb er ook een. Zeg maar, daar waar je die op dat plateauotje had, zeg maar. Daarboven, ja. Ga ik daar wel even zitten. Dan wil ik slapen, straks werd ik dan moet ik opbouwen met blijven. Oh ja. Ik ken het probleem. Ja.
Maar mensen, ik ga er vandoor. Ik ga zeven en dan spreek ik jullie later. Nee, is goed. Hey, doeg. Bonjour. Hey. Doei. What?